De Nevengeul is vrijdag het decor voor het studententoernooi Fietsen Marin. Meer dan 25 teams zullen een poging doen om zo snel mogelijk over een balk te fietsen zonder in het water te vallen. Donderdag waren de werkzaamheden al vanaf 7 uur 's ochtends in volle gang. Wij zijn bezig voor evenementen Land en Zee in de lucht, maar dan onder de noemer van ons eigen dispuut. Bal de fiets hem erin. En we zijn op dit moment de baan aan het opbouwen en de tent voor morgen. We hebben altijd al het idee gehad om met het dispuut een toernooi te organiseren. Want veel studentenclubs die organiseren een evenement of een voetbaltoernooi of een hockeytoernooi. En wij wilden dat ook. En wij kwamen via een evenement in Apeldoorn kwamen we op het idee om dit te doen. Dus zijn we het in de groep gegooid en toen besloten we van, ja, het is toch wel heel vet. Dus laten we eens gaan uitzoeken of dit kan en of dit mogelijk is. En nu staan we hier. We hebben ongeveer 30 teams die van de schans afgaan. Dus daar zijn we toch wel een goede 3-4 uur mee bezig. Elke 5 à 10 minuten zal er een deelnemer van de schans afgaan. En we hebben Johan Flemmings gevraagd van de oude afleveringen van Talent de Zee in de Lucht. En die komt de hele middag presenteren. Dus dat is wel echt heel gaaf. Wat we morgen gaan doen is, we beginnen om 1 uur. En dan zal iedereen tussen 1 en 3 gaan inlopen. Dan vervolgens gaat het programma om 3-4 uur beginnen. Gaan we door tot een uur of 6-7. Dan heeft iedereen de gelegenheid om even wat te eten. We hebben een frietkraam erbij staan. En dan, daarna zal het feest gaan losbarsten in de tent hierachter. En dat zal duren tot een uurtje of 11.